Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben in Milaan. Ik ben in Milaan met Armani Beauty en het is ochtend, zoals jullie aan mijn gezicht zien, I guess. En vandaag hebben we een hele dag. We hebben een shoot bij de Duomo met Armani Beauty. We hebben zometeen, worden we met de nieuwe Power Fabric, nieuwe foundation opgemaakt en allemaal dat soort dingen. Dus kijk gezellig B. En ik ga nu ontbijten. Ik hoop echt dat ontbijt lekker is, maar al eet hier zo lekker. Dus ik denk het wel. Dus ga gezellig mee ontbijten. Oké, ik heb even gedoucht na het zwemmen en mijn haar gewassen. En dit is wat ik aan heb. Deze trui is van de Zara. Dit jasje is van Bershka. Deze broek, die heeft dit aan de onderkant. Vind ik heel leuk. Is van ASOS. En ik heb deze Louboutin laars aan. Die ik laatste tijd echt super vaak weer draag. En ik neem mee deze tas. Die Dior saddle. Ik vind alleen deze broek qua pasvorm niet heel charmant. Het is een beetje mannelijk. Of zo. I don't know. Maar goed. That's going to be the look for lunch. En make-up sessie. En ik ben dus in Milaan voor de Power Fabric foundation. En zoals jullie weten ben ik echt gek op Armani foundation. Ik heb dus nu geen foundation op. En ik heb best wel slechte huid. Ik heb hier een wondje. En best wel veel rood. Dit licht is ook echt het slechtste van het slechtste, moet ik zeggen. Maar goed, we gaan dus mijn huid helemaal mooi maken met make-up. En ik zal jullie zo alle producten en kleuren laten zien. En mocht je afvragen, ik heb wel eens vaker die vraag gehad. Omdat ik al jaren natuurlijk die Armani Luminous Silk Foundation gebruik. De beste plek vind ik om het te kopen is bij de Bijenkorf. Daar kan je het gewoon kopen en kan je kleuren testen. Oké, we zijn nu begonnen met mijn foundation. En deze helft hebben we gedaan. Dan kunnen jullie ook het verschil zien en de andere helft niet. Dus kijk, we hebben nu één laagje gedaan. Zo mooi. Het is dus wel echt dun en licht. En wat ik al eerder gezegd heb, ik weet niet waarom het is, maar ik heb zelf een hele lastige huid qua product. Dat ik heel snel last van dingen heb. En ik heb dus met Armani Foundation ontploft mijn huid niet. Which is nice. En het is dus wel dun, maar het dekt dus wel, zoals jullie zien. Now you can compare. Ja, yeah, it's crazy. Yeah, good fight. Nou, was het eten? Niks aan. Was nice, hè? Stop. Ja, me too. Maar nu kan ik echt niet meer, maar over een uurtje dan denk ik, oh man. De risotto is niet op, dat is zo lekker. Deze tent heet, ik ga het verkeerd uitspreken, hoe heet deze tent? Il Salumaio di Monte Napoleone. Dus schrijf me op, misschien moet ik even zijn tips ding opschrijven. Milano. Milano. Van Milaan. Van eetentjes. Want ik weet inmiddels door dat ik hier zo vaak geweest ben, wel echt best wel veel eetentjes waar je zo lekker kunt eten. Ik zeg wel in de vlog als je iets leuks hebt ergens gelijk. Misschien in de stories op Instagram. Ja. We gaan nu even snel omkleden bij het hotel. En dan gaan we met een Armani tram gaan we een rondje voor. Dit is echt super vet. Ik heb een tram die ze helemaal, voor iedereen die met Armani op deze lijstje is, hebben ze helemaal gepersonaliseerd. De hele tram is groot. En hier binnen is het ook heel cool. En ik ben met Victoria. Victoria has been on the vlog for a long time. A long, long time. Are you vlogging this trip?
Yes, I am. Cool. Victoria's YouTube is in the pro. And your YouTube is in the pro. In the pro, yeah. Same as Instagram. Dus we gaan een uur hierin rijden. En langs allemaal coole locaties. Dus het is echt super cool. En het is ook echt zo'n oldschool tram die er helemaal cool uitziet. Dus ik ga er niks zo uit van maken. Wij gaan shooten voor Armani. En we doen hier even onze touch-up. Maar kijk hoe mooi het uitzicht hier is. It's crazy. Kijk de lucht. Mijn haar is net gedaan. Ik ga denk even zo een foto maken. Ik ben naar de spa weer gegaan. Ik was klaar met shoot en het is echt heel koud. Dus ik heb nu een massage geboekt. En ik ga nu ook even chillen. En een massage doen. Dus ik zie. Oh, ik kom net van mijn massage van aan en het was zo chill. Ik moet trouwens even water drinken, dat vergeet ik altijd als ik een massage heb gehad. Ik ga me nu even snel opmaken. Ik heb net gedoucht, zoals jullie kunnen zien. En dan ga ik naar Nobu. Daar gaan we met iedereen die hier met Armani is vanavond eten en... Ik scherp. Volgens mij gaan we daarna ook uit naar de Armani Club. Dat zit ook onder het hotel, dus... Let's see. Oké, ik ben ready to go. Het licht is echt super geel. Ik probeer mijn make-up look te laten zien, maar ik zie er zo anders uit dan in real life. En ik heb een rood oog. En ik zal even mijn outfit laten zien. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld echt een andere gezichtskleur hier. Ik heb aan t-shirt van Nike, van ASOS. Ketting van ASOS. Dit jasje van de Bershka. Dior tas. Broek van Zara volgens mij. En deze vind ik echt super leuk. Neon heels van ASOS. Die nu niet. Hij laat echt een totaal andere kleur zien. Ze zijn neongroen, maar goed. Ze lijken hier wel een soort van lichtgeel. Ja, ja. Dus dat heb ik aan. En ik ga nu naar Nobu. Let's go. Wij zijn in Nobu. Maar toen ik dus die noodlanding had. Good morning. Oh my god, ik zie er zo cool uit. We zijn gisteravond nog uit geweest. En nu ben ik alweer in het museum. En dat ziet er echt super mooi uit. Morning. Say good morning to Zina. I destroyed your video. No, you can always be in my video. The mummies went out last night. Yes. not for long, but. Dus we gaan nu naar het Armani Museum. En ik heb ineens sieraden in, zie ik nu, oh my god. Wij zijn weer terug in het hotel na ons museumbezoek en het was echt zo mooi. Echt als je iets leuks wilt doen in Milaan en hier een paar dagen bent, dus Armani Sidos Museum. Het is echt heel tof om allemaal dingen te zien. Het is ook wel leuk om meer over dat merk te leren waar zeg maar de achtergrond vandaan komt en waar het ontstaan is. Wat voor soort familie Armani kwam en waarom hij bepaalde dingen heeft gemaakt. Dus ja, nu zijn we even allemaal aan het werken en dan gaan we zo naar het vliegveld en terug naar Amsterdam, naar de family. Nou, we zijn aangekomen op het vliegveld. Save the best for last. Going out with a bang. McDonald's. Het enige teleurstellend is dat mijn mayo op is. Wij hebben onze vlucht en we zijn Good morning!
ik ben weer terug in Amsterdam. Ik heb een nieuwe trui. I love it. En ik ga even mascara opdoen nu. As we speak. En dan ga ik Olly naar school brengen. En ik ben voorleesmoeder op de crash. Dus ik ga... Hi baby! En ik ga voorlezen vandaag in Olly's klas. Vind je dat leuk, Olivia? Nee, ja. Is toch super leuk? Ja, zo. Ga je dan naast mij zitten als ik ga voorlezen? Is dat vuurwerk? Nee, dat is bouwen. Of steekelvarken. Ik gebruik vandaag de Classico van Armani. Maar ik doe echt even gewoon letterlijk één linkje op. Dat ik zeg maar decent eruit zie op de crash en niet of ik een of andere verlepte moeder ben. Aangezien ik deze week erg weinig heb geslapen. Gaan we lekker voorlezen op school? Ik kan mijn voorlezen. Olly, doe jij je alvast even aankleden? Dan ga ik het doen. Doe jij je aankleden? Nee, ik ben zo moe. Ja, ik ben ook moe. Maar ik ook. Maar ik ook. Maar ik ook. Wil je nog wat tegen de vlog zeggen? Ja. Ja? Wat zou je willen zeggen? Goedemorgen. En wat nog meer? Heb je iets over het weer te vertellen? Ja. Wat dan? Ik wil op het pad zitten. Mm. Mooi kapsel heeft Olly. Net als mama. Net als mama. Zo zit mama's haar ook, 's ochtends. Maar de kapper, dat wil ik. Ik heb echt mijn concealer over mijn hele gezicht gesmeerd. Het ziet er niet uit. Oké, Olly aankleden en naar school. Ik ben op kantoor aangekomen. We zijn weer terug van het voorleesontbijt. En nu ga ik de hele dag op kantoor werken. Kijk, ik wilde nog iets heel leuks laten zien. Misschien vinden jullie het wel heel stom. Maar we hebben dus nu net dit gemaakt. Een kralenketting voor aan de iPhone. En we hebben echt super veel kralen ingekocht. En ik wil lange en korte gaan maken. En ik denk dat dit dan de korte is. Want die lange wil ik zeg maar zo doen dat je hem ook gewoon zeg maar echt zo kan hangen. Dat vind ik echt mega leuk staan. En deze kan je dan zeg maar zo om je pols doen. Of dit is gewoon even een try-out. Twee keer. Dus ik ga nog even verder op zoek naar andere leuke kralen. En dan kan je hem zeg maar zo ook doen. Dan kan je telefoon zo vasthouden. Maar ook je telefoon zo laten vallen. Dus dan laat je hem niet snel kapot vallen. Als je hem gewoon zo vasthoudt. Dus ik vind het er echt super leuk uitzien. Ook als je hem op tafel legt. Dit is een leuke ketting. Dat er dan zo'n ketting bij ligt. Ik vind het echt helemaal leuk. En een paar van die dingen zijn ook glow in the dark. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind het leuk om te laten zien, zeg maar, voordat ik iets ga uitbrengen, wat jullie ervan vinden. Want dan weet ik dat. So let me know. Ik vind het pretty cool. Je kan hem dus zo je telefoon gewoon vastmaken. Good morning! Het is zondagochtend en ik ben thuis. Ik ben de was aan het doen. En we hebben echt super veel was. En Olivia ligt in bed. Hi Olivia. Hi. Ik ga de was doen en ik heb gisteren Marie Kondo gekeken op Netflix. En nu wil ik dat zelf ook met al mijn spullen gaan doen. Ben je lekker aan het liggen in bed? Ja. Is dat zo lekker? Kom je net uit bad? Ja. Hoe heet jij? Olivia. En hoe oud ben je? 2. Bijna 3, hè? Bijna jarig. Dan wil je mijn feestje van... Daar gaan we bij Emma een feestje doen, hè? Ja, gaan we een feestje doen. Ja! Doe eens normaal. Ja. Oké, guys. Ik ben begonnen met mijn declutter. En het is echt zo'n... Ik ben bijna klaar. Kijk, mijn hele kast is leeg. Ook die lades. Deze lades zaten... Het is gewoon getramd hier gewoon. Die zaten allemaal... Helemaal vol met troep. Dit moet ik nog even eruit halen. That's me. Dit is echt waar ik het meest tegenop zie. Om nog leeg te halen. Want er is zoveel random troep. En dan hier hangen nog wat hangers. Dus
En dit is allemaal make-up en beauty producten en dingen nog. En hier ligt alvast een deel. Ik vraag me wel echt af waar ik aan begonnen ben. Why? Waarom ga ik dit doen? Ik dacht in mijn hoofd was dit een goed idee. Maar I'm never gonna be able to finish this. Oké, ik ga maar proberen. Je moet in ieder geval, volgens al die Marie Kondo dingen, moet je alles vasthouden. En als je er nog gelukkig van wordt, hou je het en anders doe je het weg. Dus ik ga vooral heel veel weg doen. Dus er komt natuurlijk een closet sale ook. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Dus ik ga maar het even echt leegmaken. Oké, nu is het echt gedaan, jongens. We zijn helemaal leeg. Alles zit hier. Dus nu kan ik gaan inruimen. Het is echt bizar dit. Hey guys, good morning. Ik ben nog niet helemaal klaar met mijn Marie Kondo project. Maar ik ga zo verder. Ik ga nu even eten maken. Al mijn gezicht zegt puffy. Ik moest zo'n roller kopen. Dat zie ik tegenwoordig overal op Instagram. Voor in de ochtend. Ik ga even ontbijtje maken. Oeh, en dan zie ik jullie zo. Good morning, guys. Ga je goedemorgen zeggen? Goedemorgen. Ik ga eventjes jullie wat hele leuke dingen laten zien. Want we hebben namelijk 2 flarebroeken op Somewhere nu die we verkopen. En een hele leuke top. Zelfdere! Ja, zelfdere! En die ga ik even aantrekken en aan jullie laten zien. En ik heb dus speciaal voor deze vlog, is een week geldig, een kortingscode gemaakt voor de hele website van Somewhere Someday voor de nieuwe producten. En nou, het is dus voor de hele website, maar ter gelegenheid van de nieuwe producten. En de kortingscode is vlog10. Ik weet niet of ik het al gezegd had in deze vlog, maar ik zet in ieder geval hier in beeld, weten jullie dat. En dan ga ik zo nog even de producten laten zien en dan ga ik de vlog zo afsluiten. Oké, ik zal het even snel laten zien hoe het zit. Dit is dus een zwarte ripbroek. Kijk. Nou, het is weer lekker onduidelijk. Zwarte fluwelen ripbroek. Ik ben ongeveer 1,68 en hij is zo lang. Ik heb wel korte benen in verhouding, dus ik kan hakken aan en sneakers erbij. Als je langer bent, kan je hem gewoon met sneakers aan. En hij staat nu online. En ik zou normaal geen crop top aan doen, maar ik heb deze top vandaag aan. Dus ik had hem even zo aangelaten, maar I love it. En dit is de beige rib. Die vind ik echt heel vet, ook van kleur. Dat zou ik denk met een soort van knit dragen. En ik ga even dubbel checken, want anders gaan jullie dit vragen. Ik heb aan, kijken, een S. Een small. En ik had van die zwarte een extra small aan, dus het kan allebei. Ik vind zelf een S iets lekkerder zitten. Dus ja. Het is zo mooi. En hij zit zo lekker. En dit is mijn favorite. De zwarte top met sterretjes. En ik vind het dus leuk om hem zo te dragen. Op een spijkerbroek of met uitgaan overdag of met een trui of vest. En ik heb een small hiervan aan. Dus go check it out. En ik ga voor deze week ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En de vlog komt ook zo online en geweerd. En ik zie jullie zondag weer.